Luikjes, welkom terug bij Amnesia de Bunker. Wij waren hier de vorige keer gebleven waarbij wij het slot van de ene deur hadden kapotgeschoten. Vervolgens kwam het monster soort van achter ons aan, soort van niet. Hij vond het niet heel fijn dat we de deur hadden opengeblazen. Halen we eventjes de ene kogel eruit. Wij hebben nog één kogel over. Wij hebben een flashlight. Wij hebben brandstof. Die is nodig voor de generator bij het arsenaal. Iets. Wij moeten in ieder geval dynamiet zien te vinden om uiteindelijk iets open te breken, waardoor we kunnen ontsnappen. Hebben wij trouwens in deze game ook te maken met insanity? Een soort insanity meter. Weet ik even niet meer. Hoe dan ook. Open de poorten. Ik wil ontsnappen. Duw deur. Deze hadden we geopend. Administration. Oké. Okay. Hallo? Oh, fuck. Dus doen we wel even dicht. En op slot. Is dat een goed teken? Die is dicht. Die is op slot. Oké. Okay. In de administratiekamer zitten wij eventjes veilig. V. Baptiste. Ja, toch? Ik weet niet echt. Ik denk een collega of zo. Q. Vrilo. When processing deceased soldiers, please check the reverse side of their ID tags for any messages, symbols or locker codes. These are to be wiped clean before the tag is preserved and recorded. Oh. Shit, ligt die tag hier nog ergens? Want ik keek aan de ene kant wel op de achterkant, maar ik had ook weer niet goed opgelet. Oh hé, wat is dit? Bandages. Altijd welkom. Mm-hmm. Een kist. Use this box for storing things from your inventory. Wat? Oh! The game is helemaal niet zo lineair als ik had verwacht. This is the main map of the bunker. It will be updated with objectives and details as you progress. Oké. Okay. Dus de administration is je veilige hub. Leuk. Wij komen uit de sick room vandaan, zijn naar de medical storage geweest, doctor's office geloof ik. We zijn naar de kitchen geweest, de pantry. En daar in het midden bij de kitchen, daar was die ene guy, die werd de muur ingetrokken. Gingen wij de officers mess hall, hadden we die deur opengeschoten, gingen we verstoppen in de doctor's office. Toen de deur weer door en uiteindelijk zijn we hier bij de administration gekomen. En dan hebben we de generator room. Dus als wij daar fuel in doen, bij de generator room, dan zal natuurlijk het licht weer werken. Dan de vraag, willen we dat wel? Als in, nou, de fuel die we erin stoppen, hebben we dat nodig? We hebben trouwens Joubert, Blanchet, Lounge, Delisle, denk ik. Maar die deur was dicht, kan ik me herinneren. Winecellar, Fournier, Reynards, Strategic Operations. En dan hebben we de Office Quarters. En hier bij het arsenaal, daar moeten we uiteindelijk dynamiet zien te vinden. We hebben ook nog een mission storage, soldier quarters, prison. Dat zijn waarschijnlijk allemaal gebieden waar we wel naartoe kunnen komen, maar die hebben we nog niet ontdekt. Dus dan weten we ook niet hoe dat is. En hier is de exit. En de exit kunnen we zo direct naartoe lopen en die is hoogstwaarschijnlijk dichtgeblazen. Daar hadden we dynamiet voor nodig. Dus hier is de generator. Hier kunnen we waarschijnlijk ook gewoon veilig inlopen zonder dat er gaten in de muur zitten. You can power the generator by filling it with fuel and pulling the lever. Keep on at all times. The fucker hates light. Oké. Okay. Oh, hey. Wie we hier? Fucka. Dit is free low. En er staat 0195 op. 0195. Nou, weet ik niet waar dat even goed voor is. Hier nog tweemaal fuel. Oké. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Oké, okay, nog meer fuel? Oké, okay, bakken met fuel. Rechtermuisklik. Linkermuisklik. Dat was het. Dat was alles. Oh, dat is niet heel veel. Oké, okay, we hebben 4 generator dingen erin gegooid, waardoor die op 3/4 brandstof zit. Dit is de hendel om hem aan te zetten. Dus ik stel voor dat we dat pas doen als we erop uitgaan. A pocket watch with stopwatch functionality can be synced with the generator. How?
of to time how much fuel remains. Zeer specifiek, maar wil ik wel uitproberen. Eens even kijken hoe dat werkt. Laten we eens even kijken waar we trouwens die ene code voor konden gebruiken. Dat zal voor dit zijn. Ah nee, dit was mijn storage. Ja. Waar konden we de code voor gebruiken? Oh, wat hebben we hier? Rats and burned corpses. Update to all medical and mortuary personnel. The rat problem has not gotten any better. They're swarming every dead body. They're even coming after the wounded. But the vermin have no interest in flesh after it is burned. So a new policy must be instituted. The bodies of all deceased soldiers must be burned. I have spoken to Father DeRay about this matter. He will provide proper consecration for the deceased. Remains will be preserved for families. This is not ideal and it fills my soul with pain, but burning the dead seems to be the only way to stop the rats from coming. So burn them we must. Heftig. Oh, dat is waarschijnlijk voor deze. 0. En dan zou dit 1, 9, 5 zijn. Ja. Oh. Oké. Okay. Dat zou kunnen betekenen dat er maintenance, exit, office quarter, arsenal, soldier quarter. Ja. Stiekem ben ik een beetje bang om naar buiten toe te gaan. Maar als we erop uitgaan, moeten we in ieder geval met een doel erop uitgaan. En ons eerste doel werd verteld dat we naar het arsenaal toe moesten. Dus dat is de deur door naar links. Mission storage kunnen we ook nog wel eventjes kijken. Dus trek die klote hendel maar aan. Let's go! Oké, de timer is gezet. Let's go. Moeilijk hè, een deur openen. Exit. Ja, die is kapot gebroken. You can overcome most obstacles multiple ways. Use your wits, et cetera. Papiertje, dat lees ik later wel. Ja, exit is gebroken. Op naar het arsenaal. We moeten opschieten. Oké, er is niet overal licht. Dat is wel een dingetje. Wat is dit? Een hendel. Oké, er is hier ook licht. Emergency lockdown. Shit. Daar heb ik niet over nagedacht. Soldier quarters. Ik weet niet wat dat is. Joubert. Nog een papiertje. Dat hoorde jij waarschijnlijk ook. Empty bottle. Denk ik om mee af te leiden. We hebben nog best wel wat tijd. We hebben heel wat brandstof erin gegooid. Maar het is kloten, want deze vleugel waar ik in zit... Maar je kan de deur ook op slot doen. Begrepen. Deze vleugel is compleet donker. Strategic operations. Oké. Even de deur op slot. Er zit wel een klein gaatje. Foto's, papiertjes, et cetera. Ik weet niet, wat is dit? Dit is weer een andere gang. Ja, ik begin nu verdwaald te raken. Sluit die kutdeur. Dank u. Het zit hierin. Dat is een lege kast. Kan je in verstoppen. Nog maar papiertjes. Oh, tering. Oké, in deze kamer heb ik dus niks meer. Dus ik ga mijn ding opladen en dan ga ik... Hij zit daar. In de kamer tegenover. We hebben nog genoeg tijd op de generator, maar... voelt aan de andere kant ook als verspeelde tijd. Aangezien we hier nu stil zitten. Oké, ik hoor hem niet meer grommen.
Terug! Terug naar administration! Fuck, ik liep er voorbij. Oké. Zet de generator uit. Oh, oké. Ik heb echt 100 papiertjes erbij gekregen. En ik wil ze even allemaal lezen, want straks zit er wat waardevols tussen. De titel luidt How to get the hell out of here. Have not seen any human for hours now. I might be the last. But in the hope that there might be another, I leave this now so you do not waste any time. This is the only exit. The only way out of this hell of your own making. It was blown closed. It needs to be blown open. Don't bother digging. Impossible. Blow it up. The dynamite is locked in the arsenal. The detonator handle is somewhere down the Roman tunnels, deeper in hell. I go now try to retrieve them both. Though I do not know if you exist, I pray for you. Please extend me the same courtesy. Wie heeft dit geschreven? SDT Boiseron? Boiseront? Dan hebben we Sergeant Joubert. Final Journey. Journal. Fournier. Our commanding officer. Cowers next to me now. He lost his mind to an abyss of fear. He repeats the same refrain over and over. Flee, flee, we must flee and seal the beast where it belongs. He wants to run, to blow up the exit behind him, sealing the demon down there. The demon and our man. His constant refrain, it is getting to me. And that same void of terror, it also is overtaking me. To any of my men who see this, once we're free of this place, I will get the arsenal code from him. I will get it and I will radio it back to you. Trapped down here with that beast, the arsenal may be our only hope. It is all I can do, all I have courage to do. Get to the communications room in the soldier quarters, hide there, I'll broadcast the code to you. Joubert. Okay, duidelijk. Nu weten we in ieder geval wat we moeten doen. You found the new objective. Objective will be marked on the map. Blah, 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 blah. Oké, nou. Wat dus blijkt is... de exit is de overall goal. Dat is hoe we weggaan. De dynamiet ligt in de arsenal. Die is helaas gesloten. Dus we moeten langs de mission storage gaan. Wij waren net hier bij de strategic operations. Maar we moeten dus terug doorsteken. Trap omlaag. En dan komen we in de soldier quarters. Dat is dicht bij de prison en dicht bij de mission storage. En bij de soldier quarters wordt er waarschijnlijk iets van een morsecode gepiept. Wat de code zal zijn om het arsenaal in te gaan. Ik had voor de rest ook nog een foto gepakt. Dit zijn klauwen op een deur. Dat is waarschijnlijk van het beest. En dit is de Roman cellars. Roman hallways. Roman tunnel. Ja, want ik had volgens mij meer briefjes gepikt. Opgepakt, toch? Roman tunnel update. Engineers have broken through our storage area and into the old Roman tunnels. They are, as we thought, structurally sound, deep, and I confess, I was skeptical of this last point. But they do indeed lead in the direction of the German line. By September, we should be in position to launch a massive push from the inside of the tunnels. Perhaps of note, inside the tunnels we found urns, Latin texts, etc. We'll do our best to preserve some materials for prosperity. Updates follow. En dan hebben we hier strange sounds. 14 juli 1916. Night. Strange scratchings sound a few moments ago and it now sounds like someone is pacing in the hallway. Probably Reynard, drunk on the stash of wine I know he hides from us. Best I confront him now, either get him into bed to sleep it off or convince him to share a bottle of two with me. 15 juli 1916. Cold fear runs through all our veins now. Fournier has terrorized the men for answers. They say they were asleep until Reynard screams. I believe them, of course. Fournier went so far as to accuse prisoner 73014 of escaping his cell and committing the murder. Impossible. I worry about Fournier. His rage hides fear. He takes it out on the men, and I can see no way to stop it. It breeds contempt.
My mind slips back into the moment Reynard started screaming. How easily it could have been me. How easily it still could be. For the first time, I wish the order to attack would come. I would rather face 1,000 German guns than this nameless dread. Wow, heftig. En hebben we hier ook nog a prisoner in custody. Hier wordt dus gesproken over de 73.014. To M. Fournier and De Blanchet et al. Even kijken. After raid of last evening, we have in custody some 20 German soldiers from the 4th Reserve Corps of the 2nd Army. This puts our cells past capacity. With one exception, I recommend they be shipped to the camps as soon as feasible. Prisoner 37.014 would like to hold. Before capture, he ripped his rank and insignia from his uniform, so his rank remains unknown. Since capture, he has refused to say a word. I suspect he may be an officer or other important person. I believe once removed from his men, we can break him. Please advise. Zoveel notities om allemaal te lezen. Goed. The communications room in the soldier quarters. Ik weet waar de soldier quarter is. Ik weet alleen niet waar de communications hok is. Want ja, al zie je hoe groot zoiets is en hoe zie je hoe groot dat is. En er zitten allemaal kleine kamertjes erbij. Vermoed ik dat ik daar naartoe moet lopen om uiteindelijk de omgeving te checken. En gewoon de bordjes te lezen. Empty bottle can be thrown. Is wellicht wel handig om te hebben. Plus ik heb in mijn pistool nog steeds, wat is het? 1 kogel zitten. Ik weet niet zo gauw waar ik dat voor kan gebruiken, maar wie weet. We laden onze lamp op en dan zetten we de generator aan om naar de soldiers quarters te gaan. There we go. Timer wordt gezet. En de deur wordt geopend. Laten we anders die even dat doen. En dan zetten we die uit, zodat er niet meer van de generator wordt geslurpt. Even kijken, communications, die kant op. Mission storage. Prison is emergency, mission storage, communications. Ook emergency lockdown. Scheid. Trekdeur? Geen trek- of duwdeur. Wat is dit? Emergency lockdown. Linksom, rechtsom? Fuck! Oké, ik heb een wiel nodig. Waar haal ik een wiel vandaan? Fok. Ik heb het gevoel dat hij hier zit. Fucking bitch. Ik heb een wiel nodig. Ik hoor dat tyfusbeest krioelen. Oké. New plan. Wat een kutzooi. Ik had zo'n briljant plan. Waar de fuck haal ik nou weer een wiel vandaan? Oh, dan moet ik echt alles weer gaan checken om een wiel te vinden. Oké, het ligt niet in de offers mess hall. Blablabla. Dus misschien in de kamers van... Oh. Wat zegt hij daar? Oh, dat is het cirkeltje van dat emergency ding. Ja. Want het ding is... Oeh, wacht. Dan is er dan niet ook hier een wiel bij de office quarters? Ik vermoed dat er een wiel hier zit bij Joubert, Blanchet, Lounge, Delisle, et cetera. Nee. Uit. Zeggen. Ik zet wel een generator aan, maar... Oké, die camera hadden we gecheckt. Blanchet, wat is dit? Dat is een tripwire. Oh, fuck. Dicht! Generator. Hamer, bottle. Maintenance. Aha. Delisle. Ook stuk. Oh, dat is fucked.
Oké. Okay. Oh, nog een tripwire. Moet je tripwires dan schieten? Oh, nee. Dan moet je een fles tegenaan keilen. That makes sense. Hallo? Oh, dat is deze deur. Oké, okay, cool. Excuse me? Heb ik nog een fles bij me? I do. Ik denk dat ik de fles tegen de tripwire moet gooien. Fuck! I'm kind of scared. Hoeveel tijd heb ik nog? Ah, ik heb nog wel tijd. Fuck you, bitch! Ik hoor hem. Maar ik moet echt niet te veel tijd verspillen. Dat is het gelul. Sodemiet erop, joh, griezel. Ik heb een idee. Pak dit ding. Maar is dat Ik heb het er tegenaan gesmeten. Oh, dat is gas. I see. Fournier. Dit is open. Oh, fuck a duck. Papiertje. Foto. Niet belangrijk. Oh, fuck. Wat is dat? Dat is waarschijnlijk de insanity ding. Oké. Deur dicht. Generator mag uit. Ik heb een nieuw briefje en ik heb weer fuel. Het feit dat je ook gewoon constant wordt opgejaagd door de beest. Maar ik ben wel veilig door de generator. Het feit dat er licht is, dat helpt wel. M. Fournier, shooting the beast. After Tremblay's death, the bunker descended into chaos. I've retaken control and ordered the men to form up in squads. They're to hunt the beast down and kill it. They tell me it's not possible. They tell me the bullets don't kill it. They only buy a little time and the beast comes back angrier. Cowards. I sent them back out now to do as they should. Hunt and kill it. If they fail, they face a worse fate than claws in the darkness. Oké, dus erop schieten heeft dus daadwerkelijk geen effect. Maar mijn karakter begon wel een beetje blurrig. Oh, kijk, een losse hand. Dat is high five. Volgens mij hier bij dat laatste gangetje bij de Delisle, daar zat dus een wire trap, een gas trap. Als het goed is die nu getriggerd en is de rook weggegaan. Als dat niet het geval is, moet ik een masker zien te vinden, waardoor ik door die rook heen kan lopen, want anders kost het me HP. Daarentegen, ik heb wel bandages, dus daarmee zou ik het recht kunnen trekken. Fuel and fire. Generator fuel is extremely flammable. Please do not light fires near the fuel. Do not fire any weapons near the fuel. For God's sakes, don't even smoke your cigarettes near it. Store it only in sturdy metal canisters. Glass breaks far too easily. If it spills, wipe the area clean immediately, then dispose of the rags outside of the bunker. Okay, dat is eigenlijk gewoon een indicatie van, hey, die generator fuel kan je ook gewoon gebruiken om het monster af te weren. Want vuur, veel licht, heet, etc. En als je er dan inderdaad je kogels op spendeert, moet het goed komen. En je granaat. Dat is ook wel handig. En nog een notitie. Keep the light on. The beast hunts in the dark. The light is our only chance and the generator is our only hope. It must be kept fueled at all times, day and night. A continuous rotation of runs to the main fuel supply must be maintained. Watch each other's backs. Keep each other safe. Do not let the light go out for all our sakes.
Ja, en als het wel gebeurt, ben je de lul. Nou weet ik niet waar ik zo gauw even een granaat voor nodig heb. Dus ik wil graag even 2 slots open houden. Voor als ik bij dat deel aankom. Want ik vermoed dat het ene wiel wat ik nodig heb bij de mission storage, dat het ook ruimte in zal nemen. Oké, dat zou hier moeten zijn geweest. Heel goed. Oké, nog meer fuel. Ligt ook wat op de grond. Maintenance is ook dicht. Fucking shit. Wine cellar. Kan ik deze open schieten? Oh, shit. Oké. Help. Oké, de game staat op pauze op deze manier. Where's our wine? This is our 4th formal request for a resupply of wine. The cellar is running low. I fear the reaction among the men and my fellow officers if we're forced to implement harsher rationing. I'm already fielding complaints on a daily basis. This army runs on morale and morale runs on wine. My initial request was 10 crates. So far, we have received 2. Fix it. Waar het eens, pikkenbaas. Ik moet dit ding open zien te krijgen. Er moet iets gedaan worden met schroefjes. Fuck, heb ik daar die granaat voor nodig? Ik heb nu in ieder geval 2 extra fuel. Wellicht moet ik dan terugkomen met een granaat. Ik zie er nog meer fuel, flessen. Wat ik niet zie is fucking wijn. Oh, hey, wacht eens. Misschien dat dat werkt. Daar is hij bloos. Dat werkte niet. Mijn kogel. Oké, dat is absoluut shit. Dan hebben we iets van een schroevendraaier of iets nodig. Schroevendraaier. Moersleutel. Moersleutel. Plus mijn pistool is op. Dus dat is fucking lekker. Hier, wat is dit? Horsey. Niks op de achterkant. Well, got a dip. Oké. Van het ene probleem stuiten we op het andere probleem. Maar we hebben wel 2 fuel erbij. Dat betekent dat we nagenoeg de generator weer op vol hebben. En ik denk niet dat de granaat gaat helpen. Want, to be fair, dan had, eerlijk gezegd, die explosie in die barrel ook wel geholpen. Dus we moeten aan een of andere moersleutel zien te komen. Waar zou de moersleutel zijn? Van het ene probleem stuiten we op de ander. Gaan we de moersleutel vinden? Is de moersleutel überhaupt de oplossing? Gaan we achterkomen. Dames en heren, bedankt voor het kijken. 2 video's daarnaast mij. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.